Hallo, vandaag kan ik jullie deze Colmago C68 voorstellen. En zeg nu zelf, dit is toch echt een streling voor het oog. Dit is nog altijd een Colmago uit de C-collectie, wat betekent dat hij nog van die luxe heeft. Dus net zoals vroeger bij die traditionele stalen fietsen, zijn die buizen aan elkaar verlijmd via die luxe en niet rechtstreeks met elkaar in één stuk, zoals een carbon monocoque van tegenwoordig, zoals die je vaker ziet. En dat zorgt voor een unieke look. En die blijf ik toch wel heel erg mooi vinden. En ik denk wel meer mensen, want deze fiets heeft al heel veel bekijks gehad terwijl ik ermee reed. Op dat vlak is het jammer dat dit de saaiste toch wel van de mogelijke kleurcombinaties is. Je hebt er ook met Bordeaux, met verschillende kleuren. Dat missen we toch wel. Vanaf de eerste rit hadden we meteen het gevoel dat dit een heel snelle fiets is, maar toch met een ingetogen karakter. Vergelijk het eigenlijk met een Bentley tegenover een hardcore Ferrari die gemaakt is voor het circuit. Het comfort maakt hem uitermate geschikt voor langere ritten. Dan zouden we niet de 25 mm bandjes monteren die hierop zit, maar eerder iets van een 30 mm. Dat is dan ook de maximumbreedte die Colmago voorschrijft. Maar we hebben er ook 32 mm op gelegd en dat ging ook zonder problemen. Het hoeft dan ook niet te verwonderen dat er ook een allroad versie is van de C68 met nog iets meer bandruimte en een iets relaxtere geometrie nog. Dat lijkt ons ook wel een topfiets. Colmago zegt dat een maat 485 925 gram weegt, maar dat is dan zonder verf. Dus we schatten dat deze iets grotere 510 van maat, dat die zo rond de kilo zit voor het frame. Dat is zeker niet slecht voor een fiets van dit type, want zoals we zeiden, dit is geen monocoque. Hij werkt nog met luxe. Daardoor krijg je ook een fiets van 7,1 kilo in totaal, wat zeker niet slecht is. Het is natuurlijk ook met een top afmontage met Dura-Ace en DT Swiss. 7,1 kilo voor dit type fiets is perfect. We zitten natuurlijk met interne kabels in deze C68 en de doorvoer daarvan is serieus verbeterd tegenover bij zijn voorganger. Er zijn bovendien ceramic speed lagers gebruikt en dat moet ervoor zorgen dat je heel lang kan doordoen met dezelfde lagers, dat je ze dus niet snel moet vervangen. En dat is wel handig met die interne kabels, want die wil je eigenlijk niet vaak binnen doen bij de fietsenmaker, al is het al om de kosten alleen. Leuk is deze topcap. Als je daaraan draait, haal je er zo een mini tool uit. Dat is een schitterende toevoeging bij deze fiets, vinden we. Je vergeet al vaak zoiets. Als je geen zadeltasje mee hebt of zo, of als je het altijd in je achterzak steekt, zo heb je het altijd bij. En zelfs een spaaksleutel zit erbij. Als conclusie kunnen we stellen dat een iets meer uitgesproken uiterlijk bij deze C68 had gemogen. En dan hebben we het niet over het frame zelf, maar puur over het kleur. Uiteraard made in Italy, of zoals er hier staat, realizzato a mano in Italia. Dat komt met een prijskaartje, zijnde 14.000 euro ongeveer. En dat is zeker niet min. En dan krijg je er misschien wel Dura-Ace en de topwielen van DT Swiss bij, maar toch, dat is nu wel iets... Waarover je niet kan zeggen, dat is prijskwaliteit top. Kwaliteit is wel top. Dit is een fiets waarmee we meteen weg waren. Colmago heeft de geometrie altijd perfect op orde. Ook hier is dat het geval. We waren meteen goed op weg met deze fiets. Het stuur had misschien iets smaller gemogen, maar dat is natuurlijk iets dat je heel gemakkelijk kan aanpassen bij aankoop. Hij heeft een heel soepel rijgedrag. Daar waren we meteen fan van. Toch snel en dat maakt hem heel speciaal. En vind je 7 maten te weinig, dan is er ook nog de titanium versie van de C68. Uiteraard is die nog duurder, maar die komt dan wel volledig op maat, volledig op jouw maat. Heeft dan titanium luxe in de plaats van de carbon luxe van deze. Maakt hem een paar gram zwaarder, bijna niks, maar ook wel een paar euro's lichter in je portefeuille.